De wereld was in de greep van de aanslagen in Parijs. Welke ongemakkelijke vragen moeten hoog op de agenda komen? Academic Forum organiseerde een spoeddebat met vragen als: is er een grens aan de vrijheid van meningsuiting? Dat is heel eenvoudig. In het Westen is die grens er bijna niet. Er is een juridische grens. Maar het punt is dat wij geleerd hebben, en dat heeft een hele lange geschiedenis, dat wij geleerd hebben dat A, grote meningsverschillen zijn, zeker ook met mensen die macht hebben, en dat wij ons geoefend hebben, geleerd hebben, geïncarceerd hebben om vrij met die kritiek om te gaan. En zo is het in de moderne wereld en dat moet ook vooral zo blijven. De volgende vraag is, moet je dan ook inderdaad die vrijheid van meningsuiting te alle tijden uitdrukken en gebruik van maken? En dat is natuurlijk een interessante vraag, dat is de ongemakkelijke vraag volgens mij. Namelijk, soms zul je moeten zeggen ja, en soms zul je moeten zeggen, nou, misschien zijn er andere manieren om datgene wat we aan de kaak willen stellen en willen bekritiseren, aan de kaak te stellen en te bekritiseren. Stel je nou voor dat de redactie van Charlie Hebdo alles afweegt en zegt: ja, wij willen deze cartoons publiceren. Om wat voor reden dan ook. Dan zeggen wij: dat mag. Want wij hebben een heel basale vrijheid van meningsuiting. Die wij hebben omdat we de mogelijkheid willen hebben om de macht te bevragen. Dus wij zeggen: als je die cartoons wilt publiceren, dan mag het. Wij gaan ze niet verbieden. Wij, de overheden in het Westerland, wij gaan ze niet verbieden. Nou, dan komt denk ik de echte precaire vraag naar boven, namelijk, oké, wij zeggen dat je dat mag. Misschien dat andere mensen er anders over, erover denken wanneer ze zich afvragen, moet het ook? Maar de precaire vraag wordt dan, wat hebben wij als democratische samenleving ervoor over om de redactie van Charlie Hebdo in dit geval te beschermen? Fatsoenlijk fysiek te beschermen. Want als wij de vrijheid van meningsuiting in ons hart meedragen, dan zullen we dus op de een of andere manier ook de consequenties moeten dragen. Namelijk dat als er mensen zijn in onze samenleving die die vrijheid van meningsuiting willen uitdragen en willen gebruiken om bijvoorbeeld spotprenten te publiceren, dan moeten wij ze wel beschermen. Dus dat is volgens mij een van de meest precaire vragen. Hoe ver zijn wij bereid om bijvoorbeeld zo'n redactie van Charlie Hebdo daadwerkelijk fysiek te beschermen? Hoeveel hebben we daarvoor over? Dat lijkt mij een belangrijke vraag om daar eens over na te denken. Ik ben vroeger ook radicaal geweest. In de jaren 70 was ik heel radicaal, links in dat geval. Ik was marxist. En daar ben ik nu niet meer. En ik heb mij wel eens afgevraagd, waarom werd ik toen radicaal? En wat betekende dat eigenlijk? En kan ik het begrijpen dat mensen radicaal worden? En ik geloof dat ik er wel iets van begrijp. En de vraag is dan ook, wat zijn dan de overeenkomsten en de verschillen tussen hoe wij toen radicaal werden en mensen die nu van het moslimachtergrond nu radicaal worden? En er zijn zowel overeenkomsten als gelijkenissen. Eén overeenkomst om wat te noemen, het gaat altijd over opgewonden jonge mannen. Die zich een rol in de wereld willen toe-eigenen en daar een ideaal voor gebruiken. Er zijn natuurlijk ook verschillen, niet onbelangrijk in dit geval. De levensbeschouwelijke achtergrond, ik werk marxist. Nou ja, in het communistisch manifest staan heel andere dingen dan in de Koran. Dat zou een rol kunnen spelen. Maar de internationale situatie is ook heel verschillend. Dus ik wou iets zeggen over die vraag en ik doe dat omdat ik ervoor wil oppassen dat we in het Westen of in de moderne samenleving al te gemakkelijk doen alsof wij van al blaam te zuiveren zijn. Ja, zij zijn radicaal, zij zijn de schuld of zij zich maar willen verantwoorden, moeten ze vooral doen. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij in het Westen zelf niet een geschiedenis hebben, dat radicalisme daar niet voorkomt, dat kwam voor. En je kunt alleen een zuivere discussie voeren en een zuivere gesprek voeren als je ook bereid bent om zelfkritisch naar jezelf te kijken. Ik vind dat wij dat moeten doen, maar ik vind ook dat moslims dat moeten doen. Een van de eerste vragen die beantwoord moet worden, wat mij betreft, is ook van, zijn het eigenlijk wel moslims die dit gedaan hebben? En mijn antwoord is gewoon ja. Ja, dit zijn moslims die dat gedaan hebben. En ze hebben dat gedaan uit naam van de islam. Dat ontkennen, zoals president Hollande deed in zijn speech, is misschien politiek begrijpelijk, maar maatschappelijk niet slim. Want de meeste mensen zullen toch denken, dit zijn moslims, dat is islam. Vanuit dat perspectief klopt het dat in een democratische samenleving natuurlijk helemaal niet de bedoeling is dat de een verantwoordelijk is voor de daden van de ander. Maar als er zo de nadruk wordt gelegd op de daders zeggen van dit hebben we namens islam gedaan, dan kan het zeker geen kwaad als andere moslims, vredelievend als ze zijn, aangeven in het openbare debat waar de islam wat hen betreft dan wel voor staat. Dus ik zou dat eerder een soort meer van politiek pragmatische overweging vinden van belang dan dat je daar een hele principe discussie over voert.
En ik ben blij dat mensen zoals de burgemeester van Rotterdam en vele anderen dat inmiddels gedaan hebben. Daar een verhaal over hebben van voor hun staat de islam, voor vrede, voor elkaar vinden, voor barmhartigheid. En het is natuurlijk ook eigenlijk een reflectie van de realiteit. Elke religie heeft hele nare kanten en elke religie heeft hele mooie kanten. En daarvan, daarvan zien we eigenlijk het bewijs in de aanval op Parijs, in Parijs. En de vaak hartverwarmende reacties van moslims erop. Ik hoop natuurlijk dat het debat in de positieve zich positief zal blijven ontwikkelen. Maar de tijd zal het leren of dat het geval is.